What up guys en welkom terug bij de GoGo Villa in Lloret de Mar. Een zomerlang nodigde GoGo Nederlands grootste influencers uit samen met hun beste matties. In verschillende challenges strijden zij in duo's tegen elkaar om de felbegeerde titel Beste Badgast. Jij bepaalt wie de wint, dus laat in de comments achter wie jij volgend jaar terug wilt zien. Dit is GoGo's Badgasten. De strijders van vandaag, Defano met zijn beste vriend Dimitri. In de meest bloedstollende challenge van deze zomer. Rechtstreeks vanuit Lloret de Mar is dit de GoGo Challenge. We zijn live vanuit de GoGo Villa en wij gaan strijden voor de titel Beste Badgast. Denk je dat we kans maken? Jullie, we gaan dit zeker winnen, makkelijk. Wat hij zegt. En vandaag gaan we nog een GoGo Challenge doen. We weten nog niet wat we gaan doen, maar het wordt mooi, het wordt leuk, het wordt fris, het wordt fruitig. Oké. Het begint goed. Het begon echt kut. Beste badgasten, een go-go-vakantie is pas een echte vakantie als je met je vrienden hebt gelachen. Jullie gaan vandaag een van onze toeristen helpen om zijn vrienden in de zeik te nemen. Jullie bedenken samen met hem een prank en voeren deze met hem uit bij zijn vrienden. Let's go-go! In ieder geval, het ziet er dus naar uit dat we iemand gaan pranken. Heb ik hartstikke veel zin in. Heb ik niet vaker gedaan. Jij wel? Nee, nog nooit gedaan, man. Maar, gelukkig voor mij, heb ik gekeken naar de ABR-video's. Dus ik kan er wel wat van. Dus, het plan is... Ik doe een interview, zoals altijd, zoals mensen van mij gewend zijn. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? We zijn in de provincie Flevoland. En de hoofdstad is... de hoofdstad is van Flevoland Almere. Hoe is dit gebeurd? Wacht even. Oh nee, het is gewoon Amsterdam, kill. Ik maak me zorgen nu, hè. Maar weet je waarom dat wat? Ik ben in Almere en dan zeg ik Almere, snap je? Daarom. Hé, jullie begrijpen me wel. Jullie begrijpen het. Ik stel hem hele rare, gekke, ongemakkelijke vragen. Hij wordt boos. Hij duwt mij het water in. Ik ga uit het water. Ik ga nog een beetje ruzie met hem zoeken. Dimi komt ertussen. En dan is het even checken, ja, hoe ver we kunnen gaan en wat de reacties van zijn vrienden. Yes, we hebben iemand gevonden die zijn vrienden in de zeik wil nemen. En we zijn met... Jesper. Nee, hij spreekt je aan van, hey, wil je meedoen aan een interview? Ik doe het interview met jou. Maar ik stel wat aparte vragen. En op een gegeven moment gaat het gewoon mis. Dan word jij gewoon boos van, hey, stop daarmee. Ik stop niet. We raken in discussie. En als eindpunt natuurlijk, duw jij mij het water in. Maar ja, we moeten even kijken hoe je vrienden gaan reageren. Hoe denk je dat ze gaan reageren? Ik heb echt geen idee, man. Misschien hebben ze het meteen door, misschien niet, maar ik denk dat het wel moet lukken. Hij denkt dat het moet lukken. Ik denk dat het moet lukken. Ik denk ook dat het gaat lukken. Dus we gaan het gewoon zien. Ik ga nog even mijn zwembroekje aan, want deze wil ik niet nat hebben. Let's go. Lego. Mijn zwembroekje is aan, dus ik ben klaar om te gaan. Oké, check. Ik zal het even duidelijk uitleggen. Ik heb dus Jesper bereid gevonden om samen met mij zijn vrienden te pranken. Mijn camerateam, producer en mijn beste grappie Dimitri zitten allemaal ook in het complot. Jesper's vrienden liggen nietsvermoedend bij het zwembad van hun hotel. Ik ga daar rondlopen en eerst wat nep interviews doen met andere toeristen. Dan pik ik uit zijn vriendengroep ook Jesper uit om te interviewen. Dan moet Jesper acteren dat hij de vragen die ik hem stel te ver vindt gaan... En moet onze lieve Jesper ineens boos en agressief gaan worden en mij gaan duwen. Zijn vrienden weten dus helemaal van niks. En we gaan nu zien hoe zij gaan reageren. Ja, hè? Lloret de Mar, hoe vind je het gaan? Ja, redelijk leuk nu tot nu toe. Het is vanaf zaterdag hier. Ja, elke avond flink zuipen, flink op stap. Veel mensen hier, eerlijk gezegd, zijn er om te scoren. Hoe zit dat bij jou? Hoe gaat het tot nu toe? Wel redelijk. Ik ben wel veel gekokblokt, moet ik toch zeggen, deze vakantie. Ah. Wie? Ja, vooral alles en iedereen. Oké, maar dan ga ik het toch wel wat heter maken. Je bent er om te scoren. Wil je dan ook een trio of ben je van de kwartet? Wat is het voor jou? Ik weet het niet. We kijken even wat er op ons afkomt. Wat erin komt natuurlijk, of waar jij in gaat natuurlijk. Ja, ja. Hoe ziet de perfecte trio voor jou eruit? Hoef ik niet te zeggen op camera, denk ik. Zo niet? Dat is toch niet zo'n bijzondere vraag? Maakt me niet uit. Ik weet het niet precies. Nee, maar als je even gedetailleerd even... Nee, ik hoef niet in de details te gaan, vind ik. Waarom niet? Hoeft niet. Bijna alsof je boos wordt om een simpele vraag. Stop nou. Stop nou op. Ja, maar hoezo? Ik vraag niks bijzonders. Genoeg. Ik vraag niks bijzonders. Ja, jawel. Nou is het genoeg. Je wordt helemaal boos op mij, jongen. We trekken er nou niet bij. Huh? Nou hoef je er niet bij te betrekken. Oké, even een kleine onderbreking. Kleine speling. Geen verveling. Abonneren. Niet proberen. Abonneren. Niet proberen. Niet proberen betekent gewoon doen. Eventjes die rode knop aandrukken. Kom op jongens. Is gelukt. Ai, lekker man papa. Dan gaan we nu weer door naar de video. Oh jawel. Skrrr. Ja, hij wordt helemaal boos. Ja. Een simpele vraag. Ja. Je komt gewoon helemaal dicht.
Ik ga niks doen. Je eigen grapjes, hè? Je eigen grapjes, zeg gewoon van, hey bro, zeg gewoon sorry, dat is het klaar, er is niks aan de hand. Maar hey toch, skip het man. Ja, is helemaal gestoord. En meteen verder. Mensen, het was gewoon een prank, jongens. Maar het was gewoon een prank, grapjes. Het was gewoon een prank, grapjes. Is hij gelukt? Ja, hij is gelukkig. Ja, man. Oké, hij is wel gelukkig. Hey, lekker pik. Goeie acteur. Goeie. Hey. Wat ging er door je heen tijdens het gebeuren? Wat dacht je? Ik dacht, wat gebeurt hier nou weer? Kut. Ja, kut. Ja. Okay, dus je bent wel netjes, je hebt wel zoiets van, hij moet gewoon seksueel aanbieden. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet niet, man, het was een beetje apart. Ik schrok er wel van. Ik dacht gewoon, waarom doet hij nou gewoon in het water? Is hij normaal zo, of juist helemaal niet? Nee, helemaal niet. Echt helemaal niet. Maar heb je een moment gedacht van, zal het niet net? Of dacht je eigenlijk van, nee, what the fuck? Ja, ik dacht, je stelt een of andere kutvraag dat hij gek wordt, maar... Ik vond het een beetje raar gewoon. Hij duurt jou opeens in het water. En normaal is hij nooit zo. Ik van hem gewend. Ja, ik vond het wel grappig, maar ja, wat dan? Nou jongens. De prank is gelukt, mijn eerste succesvolle prank. En het is ook mijn eerste, dus 1 van 1. En jongens, kom op. We staan nu wel hoog in de ranking, kom op man. Dit was toch een goeie man. We staan toch hoog in de ranking nu. Ja, maar zeker man, dit was makkelijk man. Ik zeg je eerlijk, dit is Lightwork. We zijn nu de ideale badgasten man, kijk naar ons. Maar alsjeblieft man, dit doen we over en over en over man. Maar goed, blijf kijken naar de video's, abonneer op dit kanaal en je ziet ons later. What up guys, dit was alweer de GoGo Challenge. Maar niet getreurd, want er komen nog veel meer video's van onze GoGo badgasten. Dus het enige wat je hoeft te doen is te abonneren. Laat even een comment achter. Laat weten wie jij de beste badgast vindt. En dan zie ik jullie later weer. Skraa!